Vandaag krijgen we koningin Maxima op bezoek. En dat is toch wel een hele grote eer voor het Veteraneninstituut en ook voor de veteranen die hier vanmiddag aanwezig zijn. Daarmee wordt toch opnieuw onderstreept de grote band die er bestaat tussen de veteranen en het Koninklijk Huis. We kijken terug op een prima bezoek van Hare Majesteit Koningin aan het Veteraneninstituut. We hebben haar geïnformeerd over erkenning, waardering, aandacht, zorg en onderzoek. En dat wat veteranen met de samenleving verbindt. En hoe belangrijk is om daar aandacht aan te besteden. We zijn daarna naar de veteranen zelf toegegaan en hebben hen gevraagd hoe zij dat contact met de samenleving ervaren en hoe zij hun boodschap overbrengen naar de samenleving. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij het veteranen search team, wat de maatschappij ondersteunt en relevant wil zijn door het zoeken van vermisten. Of bij de Stichting Veteranenkunst, wat het verhaal vertelt op andere manieren dan met woorden. Dus we zijn dankbaar dat Hare Majesteit op bezoek is geweest en dat we zoveel over de bühne hebben mogen brengen vandaag.